En wil je dit weekend goed vermaken? Luister dan naar de weekendtips met Romy Verbraken. Ja. Ja. Moet ik het toch even doen. Romy, wat zei je? Runway Run, dat is de eerste. Ja, daar beginnen we mee. Ja. Het zou eigenlijk maar eenmalig zijn om een hardloopwedstrijd te doen over de start- en landingsbaan van Lelystad Airport. Ja, hiernaast, hè? Ja, ze hebben hem helemaal verlengd en dat vonden ze toen een leuke actie. Maar omdat toch die openingsdatum wat verplaatst is, hadden ze iets van, weet je, we doen hem gewoon nog een keer. Ja. Dit zijn inderdaad de beelden van vorig jaar. En toen was het al behoorlijk druk, omdat het toen dus zo... Ja, goed bezocht werd, hadden ze iets van, nou weet je, dan doen we dit jaar gewoon ook wat extra aanmeldingsplaatsen. Dus er zijn dit jaar 600 mensen die mee kunnen rennen. Oh. Dat is behoorlijk veel. Ja. Ze hebben voor kinderen een 1 kilometer run en voor volwassenen verder een 5 en 10 kilometer. En ik denk dat het wel machtig is om daar op te lopen, hoor. Ja, het lijkt mij wel heel bijzonder. Dus als je echt een hardloopliefhebber bent, dan is dit denk ik wel iets waar je gewoon echt bij wil zijn, omdat het dus juist zo uniek is. Maar je hebt je dus van tevoren aan moeten melden, dus we kunnen niet meer Nou, ik twijfelde. Ik zag ergens volgens mij op de website nog wel staan dat je nog kon aanmelden, maar het kan ook zijn dat het nu ondertussen al wel vol zit. Wie niet waagt, die niet wint. Daar precies, komt het een beetje neer. Goed. Dan de Ice for Life. Ja, nou ja, misschien vind jij het in de zomer ook wel lekker om gewoon het water eens in te duiken. Gewoon een plas of een meer ergens graag, in de provincie. Ja. Mm-hmm. Maar zou je dat ook in de winter doen? Nou ja, de winters die we tegenwoordig hebben, die zijn niet zo heel erg koud. Dus misschien dat ik het nog aandurf. Nou, er zijn dus mensen die dat dus wel heel erg graag doen. Ze noemen dat ook gewoon het water in plonzen. Het is een beetje zoals een nieuwjaarsduik. Gewoon het water inlopen. Nou, dan rennen ze meestal eigenlijk. En hier loop je er dan langzaam in. Ja. Even kopje onder en dan ga je er uiteindelijk weer uit. Een hoop moeite voor zoiets korts. Ja, maar er zijn mensen die doen het vanuit een bepaalde ziekte die ze hebben. Oh, maar er ja. zijn ook mensen die het doen omdat ze zich er gewoon goed bij voelen. Het schijnt gezond te zijn ook. Hè? Precies, die voelen zich daar goed door, krijgen energie erbij. En sommigen kunnen zelfs een week erop teren. En de kick-off daarvan is dus zondag. Mm-hmm. En dat is bij de Kasteleinsplas in Noordoostpolder. Goed. En dan hebben we ook nog, heel belangrijk, de dag van de mantelzorg. Ja. Inderdaad, die is morgen. Dat is eigenlijk een jaarlijkse dag die dus ook elke keer weer terugkeert. En dat is belangrijk voor de mantelzorgers. Die worden dan juist eventjes ontlast. Want mantelzorgers zijn natuurlijk mensen die heel veel andere mensen helpen. Ja, zelf staan ze nooit in het zonnetje. Nou, dat is het inderdaad. Ze moeten heel vaak voor anderen wat doen. En nu mogen zij dus juist zelf even een middagje rust nemen of een dagje rust en wat andere dingen bij doen. En dan komen we bijvoorbeeld in Lelystad. Want het zijn op heel veel plaatsen in heel Nederland. Maar hier in de provincie bijvoorbeeld in Lelystad, in de Hanzenborg. Maar ook in de Meerpaal in Dronten. En daar is dan eigenlijk een hele middag ervoor georganiseerd. En dan kunnen ze eigenlijk allerlei activiteiten doen, workshops. En gewoon dus om zelf eens te ontspannen en wat leuks te doen. Nou, heel goed initiatief. Dankjewel, Romy Verbraken. En ze heeft nog veel meer tips verzameld. Ga dan maar naar de website omroepflevoland.nl. Of kijk op onze Facebookpagina.